Gehuurd, dus we moesten een beetje opschieten op het einde. We lopen nu op de Washington Avenue richting, met even kwijt, Lincoln Road. Oh ja, Lincoln Road. Ben ik vorig jaar ook geweest. Dat is een soort winkelstraat. Er zijn allemaal winkels. La Durée zit er ook, waar je macarons kan halen. Er zitten gewoon leuke winkeltjes. Bijvoorbeeld de Macy's. Macy's. Er zat een Apple Store, die zit er nu niet meer. Maar daar lopen we nu in ieder geval lekker heen. Het is ongeveer een half uurtje lopen, maar dat is helemaal niet erg. En we gaan eventjes lekker een rondje lopen hier. We liepen net al eventjes langs de Zara, Starbucks, weet ik het allemaal. Gewoon even kijken of we wat leuke winkeltjes zien en daar naar binnen. Volgens mij is het ook een Macy's. Ja, klopt. Daar willen we sowieso eventjes naar binnen. En verder zien we het wel. Inkapper te pakken. Ook wel een beetje. Ik heb echt zin om te slapen. Nou, ga even liggen. Ja, nee, dit is niet heel comfy. Nee, er liggen genoeg daklozen hier. Dus dat echt, Nee, we liepen net in de Macy's, maar ik dacht echt van, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Ik was schoenen aan het kijken en dacht ik, nou, nee. Oh, ik heb trouwens wel nog leuke schoenen gezien. Ja? Ik heb wel nog even laten zien. Oh. Ja. Dan gaan we nog even terug naar binnen. Sorry. Dit zijn de schoenen waarvoor we terug moesten naar de Macy's. Maar ik zie geen tasjes. Ik heb ze niet gekocht. Dus hij heeft ze nog niet gekocht. Het parkeren was maar $4. Echt super goedkoop. We zijn eventjes naar de Publix gereden en we gaan even een lunch halen. En we nemen een lekker broodje. Deze zijn zo lekker, hè? We hebben vorig jaar ook steeds deze broodjes gehaald en die zijn echt heel erg lekker en helemaal niet zo duur. We hadden niet zo'n zin om heel uitgebreid ergens te lunchen. Nu gaan we nog lekker wat drinken pakken en dan gaan we naar het hotel om te eten. Een romantische lunch voor twee. Lekker hoor. Aan het zwembad Holladier. Onze kamer zit daar. Dus vlakbij het zwembad. Het broodje ziet er niet heel charmant uit, hier, zo, in dit shot. Maar hij is wel echt super lekker. Na de lunch zijn we lekker naar het strand gelopen. Het waait alleen heel erg hard, maar het is wel echt heel erg lekker. De temperatuur is echt top. We hebben onze lampzakken lekker opgezet. Ik zal zo nog even een beeld laten zien hoe Fabian dat heeft gedaan. Door de harde wind is het namelijk heel makkelijk, want als het wind stil is, dan is het nog best wel een dingetje om deze gigantische dingen omhoog te krijgen. Maar als de wind er staat, is het echt ideaal. We gaan lekker chillen. Er is wel een rode vlag, dus we mogen eigenlijk niet echt het water in. Fabian is net wel eventjes het water in geweest, maar ik blijf even lekker boven het water. Af en toe breekt het zonnetje lekker door. Lekker zonnen dus. En hierdoor merk je echt dat je lekker op vakantie bent.
hebben ons daarna eventjes lekker opgefrist. Ik heb lekker mijn haar gewassen, want echt als je van het strand afkomt is je haar echt zo'n zoutbende. En we rijden nu richting Sawgrass. Dat is een outlet mall. Het is echt heel erg groot. Je vindt er van alles. Je vindt er onder andere Burlington, TJ Maxx, Marshalls en gewoon alle andere winkels. Abercrombie hebben ze niet volgens mij. Nee, die niet. Wel Tommy Hilfiger, Nike, de standaard outlet winkels eigenlijk. Polo bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn ook gelijk de 7 winkels die we net hebben opgenoemd waar ik eigenlijk wel even heen wil. We gaan kijken of we vandaag de Burlington, de Marshalls en de TJ Maxx kunnen doen. TJ Maxx is net vernieuwd. Of was het de Marshalls? Nee, TJ Maxx. TJ Maxx is net vernieuwd. Dus daar zijn we wel benieuwd naar. En dan willen we morgen, als het wat slechter weer wordt, gewoon de rest van de mall doen. Die mall is zo groot, die kun je eigenlijk niet in een avondje doen. Daar moet je eigenlijk een hele dag voor uittrekken. Dus dat hopen we morgen te doen. We zijn aangekomen bij Sawgrass. Hier is de ingang en we gaan als eerste lekker naar het food court. We hebben eten gehaald bij de Chipotle en dat is Mexicaans eten. Dit is die van mij, denk ik. Van jou, ja, ja. Hier zit mijn eten in. En daar dat van Fab. Yep. Dit is even wennen, want normaal krijg je wat heel anders gepresenteerd. Ja, klopt. Omdat het in een foodcourt is, krijg je het zeg maar mee. Normaal krijg je het in een soort schaaltje en zo. Kijk, zo ziet het er nu uit. Heel veel eten in ieder geval. Spannend. En dit is dat van mij. Schade valt nog hartstikke mee. Ik heb 2 cadeautjes gekocht van mijn moeder. Want die is als ik terug ben van vakantie bijna jarig. Ik heb 1 dingetje gekocht voor mezelf. Iets voor je voeten. Fabienne heeft onderbroeken gekocht. We zijn nu in de Tommy Hilfiger. Fabienne heeft nu 2 blousjes hierin zitten. En is een trui aan het passen. Ja. Voor zijn werk. Kantoorleven. We komen net uit Sawgrass. We hebben wat dingetjes geshopt. Ik heb volgens mij nog steeds niet echt wat gekocht. Niet voor jezelf volgens mij. Alleen nee. Een cadeautje voor je moeder geloof ik. Ja, en een kaars. Voor ons samen is dat eigenlijk. Ja, ja. En Fabienne heeft op zich wel goed geshopt. Ja, ik ben wel redelijk geslaagd. Zeker voor de eerste dag heb ik best wel veel dingen gekocht. Je hebt volgens mij 3 blousjes, een riem. Onderbroeken en sokken. Dus heel veel basics eigenlijk. En je bent lekker verbrand. Dat ook, ja. We zijn weer in onze hotelkamer. Het was best wel een lang ritje naar huis. We moesten ook nog even langs de Walmart voor wat te drinken. Ik had gisteren appelsap gekocht, maar die was echt niet lekker. Dus we hebben eventjes een andere gehaald. Zodat ik s'avonds op de hotelkamer ook lekker wat kan drinken. Ik ga nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het allemaal een leuke vlog vonden. Vergeet de video natuurlijk niet te liken als jullie hem echt heel erg leuk vonden. En vergeet niet te abonneren als je volgende week weer een nieuwe vlog wilt zien. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende vlog. Doei!